Tsaar in de herfst van Pauline Oud. Het is herfst. Tsaar en oma lopen door het bos. Ze gaan naar oma's moestuin. Wat waait het hard. De staartjes waaien bijna uit Tsaars haar. Ja, de zomer is voorbij, Tsaar, zegt oma. De blaadjes aan de bomen krijgen het koud. Ze worden geel, rood en bruin. En dan blaast de wind heel hard en regent het blaadjes. Pak maar hou je paraplu, zegt oma. Het gaat ook echt een beetje regenen. Gelukkig hebben Tsaar en oma hun regenjas en laarzen aan. Het regent, de pannetjes worden nat, zingen Tsaar en oma samen. Ze lachen in de regen. Het regent niet meer. Kijk, oma, kijk daar. Tsaar raapt grote dennenappels van de grond. Zoek ook maar eens bij de kastanjeboom, wijst oma. Wauw, roept Tsaar. Dat zijn er veel. Tsaar raapt zoveel glimmende kastanjes als ze kan. En hier zijn ook nog eikeltjes, zegt oma. En daar, beukennootjes. Alles gaat mee in oma's mand. Maar Tsaar zoekt nog iets heel speciaals. Wat zou dat kunnen zijn? Tsaar en oma zoeken bij elke boom. Ze kijken tussen de struiken. Achter de boomstronk. Oei, misschien zijn ze er niet. Maar dan roept Tsaar ineens, oma, kijk, daar! En ja hoor, daar staat een rode paddenstoel met witte stippen. Mooi hé, oma, zegt Tsaar. Ga er maar eens naast zitten, Tsaar, zegt oma. Dan maak ik een mooie foto voor papa en mama. Tsaar mag mooie blaadjes en kastanjes en eikeltjes meenemen naar huis. Maar de paddenstoel? Nee, die blijft in het bos. Kijk, zegt Tsaar zachtjes. Daar is een dikke spin. Oma en Tsaar zijn bij het grote hek van oma's moestuin. Tsaar vindt die spin best eng. Die spin doet niks hoor, zegt oma. Kijk eens hoe mooi hij zijn huisje zelf gemaakt heeft. Tsaar komt een beetje dichter. Jij kent toch een mooi versje over gele lieve spinnetjes, zegt oma. Tsaar knikt. En dan zegt ze, één spinnetje, dat zocht een vriendinnetje. Het zocht eens hier, het zocht eens daar. O, had ik mijn vriendinnetje maar. Eén spinnetje, dat zocht een vriendinnetje. Het zocht eens hier, het zocht eens daar. O, had ik mijn vriendinnetje maar. Twee spinnetjes, die zochten een vriendinnetje. Ze zochten hier, ze zochten daar en toen hadden ze elkaar. Ze kriebelden hier, ze kriebelden daar en bleven altijd bij elkaar. Dat was mooi, lacht oma. Zie je wel dat jij spinnetjes lief vindt? Tsaar en oma lopen door het hek de moestuin in. Daar staat een grote appelboom. Raap de appels maar van de grond, zegt oma. Tsaar kiest mooie appels en legt ze voorzichtig in oma's mand. Kort, kort, hoort Tsaar opeens. Kort, kort. De bergbladeren beweegt een beetje. Wat is dat? Tsaar kijkt. Wat beweegt daar onder de bladeren? Is dat die spin van het hek? K-
hoort het weer. En dan piept er een bruin neusje tussen de blaadjes door. Dat is onze egel, zegt oma zachtjes. Die woont daar in de herfst. Hij komt even kijken of je wel een appeltje voor hem overlaat. De egel is alweer weg. Maar Saar ziet nog veel meer diertjes. Zie jij ze ook? Twee slakjes en drie lieve heersbeestjes. Oma en Saar gaan verder in de moestuin. Ah, roept Saar blij. Wat zijn die groot geworden? Tussen de bladeren op de grond liggen oranje pompoenen. Kies er de mooiste maar uit, zegt oma. Dat is moeilijk. Ze zijn allemaal zo mooi. Die. Nee, die. Of toch, die. Als Saar eindelijk de mooiste pompoen gekozen heeft, snijdt oma hem af. Oma en Saar lopen door het bos terug naar het huis van oma. Saar mag de pompoen dragen. Dat is best zwaar. Het wordt al een beetje donker in het bos. Sst, zegt oma. Luister eens. Oma staat stil en wacht. Saar snapt er niets van. Maar dan hoort ze het ook. Oehoe, oehoe. Een uil, fluistert oma. Samen kijken ze naar de bomen. Waar is de uil? Oehoe, oehoe. Zie je hem? Bij oma thuis legt Saar alle nootjes en blaadjes op tafel. Van een grote dennenappel maakt Saar samen met oma een uiltje. Van klei en de beukennootjes maken ze een egeltje. En dan moet er nog een rode paddenstoel bij. Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen, zat kabouter Spillebeen heen en weer te wippen. Dat zingt Saar zachtjes, terwijl ze een paddenstoel knutselt. En dan? Dan ruikt het plots heel erg lekker. Dat ruikt heerlijk. Oma maakt soep van de pompoen uit de moestuin. Saar heeft trek gekregen van de lange herfstwandeling en van het vele knutselen. Saar smult van de heerlijke soep van oma. Dan snijdt oma ogen en een mond uit de schil van de pompoen. Wat wordt dat? Het lijkt wel een gezicht. Het pompoenmannetje ligt op de tafel in de tuin. Oma heeft er kaarsjes in gedaan. Wat mooi. Zo mooi schijnen de ogen, de neus en de mond in het donker. Saar heeft haar pyjamaatje aan. Ze mag nog even zwaaien naar het pompoenmannetje buiten. Wel te rusten, Saar. Wel te rusten, pompoen. En morgen wordt het weer een fijne herfstdag.